naar de Graaf. Zegt iedere wedstrijd vanaf nu is een finale. Scheidsrechter is Shona Shukrula. Die nog nooit rood gaf in 28 wedstrijden in de BetNation divisie tot nu toe. Goed, we zitten met Shona Shukrula. Welkom in Suriname. Dank u wel. Je eerste keer? Mijn tweede keer. Okay. Ik ben 2022 voor het eerst in Suriname geweest. En dit is nu mijn tweede bezoek. Samen met mijn ouders ben ik hier. Ja. Land van waar je... Vaak van waar, ja, waar mijn roots vandaan komen. Mijn vader is hier geboren. En hij is op zijn 16e naar Nederland gekomen. En, ja. En nu zijn we hier weer terug. Okay. Ja. Goed, we gaan het hebben over jouw vak. Je bent KNVB-arbiter, FIFA-arbiter. Ja. Vertel eens, hoe is het begonnen voor jou? Ik voetbalde eerst in een meidenteam in Nederland. Ik ben toen ook voor mijn club wedstrijden gaan fluiten. En dat vond ik zo leuk dat ik in 2009 scheidsrechter ben geworden bij de KNVB. Ja. Toen kwam ik versneld in een talententraject. En de afgelopen 15 jaar heb ik hard aan mijn carrière gewerkt. En ben ik nu de eerste vrouwelijke scheidsrechter op tweede divisieniveau. Dus dat is het hoogste amateurniveau. Ja. En ben ik vierde official in de keukenkampioendivisie. Dus ik wil eigenlijk nu nog één keer promoveren. Ja. Zodat ik ook ga fluiten in het betaald voetbal bij de mannen. Maken we een aanval is en daar een overtreding wordt gemaakt. Ja, dan kan Shukrula ook niet anders natuurlijk dan fluiten voor een vrije trap. Oké. Moeilijke weg die je hebt moeten afleggen. Ja, lange weg. 15 jaar heb ik erover gedaan. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Je moet voldoen aan fysieke conditietesten. Dat zijn hetzelfde testen als de mannen. Daar moet ik hard aan trekken. Er ligt natuurlijk veel druk op het feit dat ik een vrouw ben. Je wil het graag goed doen. Want je wil een weg maken voor de nieuwe generatie vrouwen. Dus dat is niet altijd makkelijk. Maar ik vind het wel heel erg leuk en heel dankbaar ben ik ervoor dat ik dit mag doen. Uiteindelijk wil je de absolute top bereiken. Wat moet je nog allemaal doen om daar te komen? Je moet mensen overtuigen. Zijn van scheidsrechter is subjectief. Dus sommige mensen zeggen ik vind jou een goede scheidsrechter. Anderen zeggen ik vind je een slechte. Je moet eigenlijk gewoon geen fouten maken. Altijd goed doen. En dan hopen dat je een klein beetje geluk hebt. Dat mensen het in je zien zitten. En dat het je gegund wordt om die laatste stap te maken. Is er veel druk op je? Ja, ik voel dat Hoe wel. Hoe ga je daarmee om? Ik probeer veel met mijn eigen kring daarover te praten. Met mijn man, met mijn ouders en mijn broers. Die ondersteunen mij. Ja. Dus ik denk uiteindelijk, om een succesvolle carrière te hebben, is de achterban die je hebt, die je zelf creëert, het allerbelangrijkste. Ja. Dus dat gaat me moeten helpen om vol te blijven houden. Okay. Wedstrijden leiden in het buitenland? Ja, voor de FIFA. Ja, hoe is Nou, Nederland valt natuurlijk onder UEFA. Ja. Dus ik, sinds 2017 fluit ik wedstrijden voor de UEFA. En dan word ik in Europa gezonden voor Nations League, voor Champions League, EK-kwalificaties. Ja. Dus dat is altijd een eer, hè, om weg te mogen. In Europa fluit ik vrouwen. Mm-hmm. En wie weet, op een dag, als je in je eigen land het allerhoogste niveau fluit, mag je ook actief zijn bij de mannen. Mm-hmm. Maar first things first. Ja. Ja. Welke mooie herinneringen heb je tot nu toe? Ik mocht debuteren op tweede divisieniveau bij Jong Sparta. Dat was heel mooi. Bij FC Eindhoven was ik eerst vier official. Ja. En persoonlijke favoriet, in 2019 heb ik het Surinaams elftal gefloten in Nederland. Ja. Tegen Telstar. Okay. Dat was onder leiding van Dien Goré. Ja, ja. Toen heeft mijn hele Surinaamse familie, die woont in Nederland, zaten met 20 man op de tribune. En dan, als je daar dan staat met het Surinaams volkslied. Ja, toen was ik wel heel trots dat ik daar mocht staan en dat ik dat had bereikt. En welke moeilijke momenten heb je gekend? Moeilijke momenten? Ik ben datzelfde jaar, heb ik één keer een fysieke test niet gehaald op 0,1 seconde. En daardoor werd ik een jaar teruggezet naar het niveau waar ik vandaan kwam. Dus ik had gepromoveerd, ik had het bewezen. En toen door mijn eigen toedoen schoot ik net een seconde tekort, of een honderdste seconde. En daardoor moest ik het jaar overdoen. Dus in dat jaar heb ik veel geleerd over tegenslag. En over hard werken. Dus dat zal me wel altijd bijblijven. Hoeveel tijd stop je in het vak door de week heen? Ik werk fulltime bij het OM in Nederland, dus als officier van justitie. Dus ik heb rechten gestudeerd en ik vind het heel belangrijk dat ik maatschappelijk ook mijn carrière behoud. Maar dat betekent dus dat ik eigenlijk elke dag moet trainen. Maar dat doe ik dan na werk of voor werk, om het allemaal te blijven balanceren. Elke vrijdagavond ben ik vier official in de keukenkampioendivisie en op zaterdag fluit ik. Dus het is druk, maar wel leuk. En ik denk dat, ik ben nu 32 jaar, dit zijn de jaren waarin je moet investeren, zodat ik later de vruchten kan plukken.
Nu ben je in Suriname. Ja. Je bent niet stil gaan zitten of vanaf vakantie alleen genieten. Je gaat ook bezig zijn hier. Ja, zeker. Mijn vader die werkt hier voor de Surinaamse politie op de academie. Dus dat is heel mooi werk waar we heel trots op zijn als gezin. Deze week probeert hij me zoveel mogelijk te laten zien van Suriname, van de cultuur. We zijn afgelopen dagen naar Galibi geweest, we hebben de schildpadden gezien. Ja. En de komende tijd gaan we veel in en om Paramaribo om zoveel mogelijk mee te maken hier, om Suriname goed te leren kennen. Ja, ja. Je persoonlijkheid, hoe belangrijk is het in... Ik denk alles. Ik denk dat het gaat om karakter. Dus vaak zeggen mensen, welke scheidsrechter is jouw voorbeeld of mm-hmm. voor wie wil je zijn? Ja. En dan zeg ik altijd, ik heb geen voorbeeld, ik wil gewoon zijn wie ik ben, mijn karakter. Want ik denk dat dat het enige is wat helpt op het veld. Je moet niet doen alsof je iemand anders bent. Je moet gewoon je eigen sterke karakter zijn. Want mensen prikken daar doorheen. Hè? Als je een toneelstukje gaat opvoeren, dan mensen zien het gelijk. Dus je moet gewoon real blijven, jezelf. Soms zegt de KNVB van ja, je bent wat zacht naar spelers. Maar als dat helpt en als die speler naar me luistert en we hebben contact, dan hoef ik niet te schreeuwen. Ja, ja. Dus het is gewoon telkens een goede aanpak per wedstrijd, per speler aankijken. Heb je van die momenten gehad waarbij jij als vrouw dat de mannelijke spelers over je heen willen lopen? Nee, eigenlijk niet. Ja. Ze zoeken soms de grens op. Ja. Ze testen je in het begin van de wedstrijd om te kijken, hey, met wie hebben wij te maken? Dan geef ik eigenlijk heel gelijk duidelijk mijn grens aan. Van, je gaat volgende week maar weer zeuren, maar vandaag niet. Ja, ja. Oh. En als je het gewoon goed doet, dan accepteren ze je leiding geven. Dus gewoon zorgen dat je geen fouten maakt. En als iemand rude is of onbeschoft, dan moet je het gelijk grenzen aangeven. En gaat iemand eroverheen, dan moet je dat bestraffen. Heb je wel eens beslissingen genomen waar je achteraf dacht van, ja, ik ben in de fout? Ja, soms voel je het gelijk. Ja. Dan geef je een penalty. En de manier waarop mensen naar je toe komen, dat je denkt, hey, waren ze zo gekomen als ik het echt goed had gedaan? Dus soms ga je dan twijfelen naar jezelf. Maar het belangrijkste is dat je stalen gezicht houdt. Blij je beslissing blijven. En na afloop, als ik de camerabeelden kijk, dan denk ik altijd, alsjeblieft, alsjeblieft. Maar soms moest ik tot de conclusie komen, als ik de beelden bekeek, dat ik dacht, ik heb het niet goed gezien. En dan praat je dan thuis over en dan moet je verwerken en daar baal je van. Maar goed, je leert er weer van. Volgende keer denk ik dan, oké, dit gaat mij niet meer gebeuren. Misschien vanuit de andere invalshoek bekeken, de VAR en het spel. Men klaagt wel, de VAR killt de vibe van de game. Het is wel dat wedstrijden soms wat langer stil liggen. Dat vinden mensen vervelend. Dat je juicht voor een doelpunt, maar dat het later teruggedraaid wordt. Mijn oma kijkt veel voetbal en dan zegt ze soms, nou, ik ga niet juichen, want ik weet niet of het doelpunt blijft staan. Dus dat is tuurlijk, maar ik denk aan het einde, onder de streep, het belangrijkste is dat de juiste beslissingen worden genomen. En ik denk, de VAR is nu een aantal jaar. Elk jaar dat we verder zijn in ontwikkeling, zal het steeds een beetje beter gaan. En alles wat nieuw is, hebben mensen een mening over. Hè? Maar over 10 jaar kunnen we niet meer zonder de VAR. Goed, je bent in Suriname nu, je bent bezig met de arbiters. Wat ga je allemaal doen? Ik had net met Mienza gesproken. Ik heb haar al eerder gezien, in Suriname ook. Het is leuk om met haar hier te gaan trainen. Om dat soort contacten ook op te doen en om te zien hoe het nou hier is. In Nederland kan je op elk tijdstip van de dag trainen. Ja, ja. Hier zit je met het weer, waar je mee te maken hebt, waar je aan moet passen. Ja, ja. Dus dat lijkt me heel leuk om te zien. Zij hebben morgen ook een wedstrijd. Dus ik ga samen met mijn ouders gaan we naar die wedstrijd toe. Dus ik ben heel erg benieuwd om te zien hoe dat hier is. Dus ik heb er zin in. In de toekomst misschien ook dat je je kennis kan overdragen. Dat zou heel mooi zijn. Ja, ik sta er zeker open voor in de toekomst om dat uit te wisselen met Suriname. Zeker. Goed succes. Dankjewel. Want hier zitten we al in de slotfase van de wedstrijd. En is het eindsignaal daar van Shona Shukrula. Zij floot een perfecte wedstrijd. En wint Spakenburg dus eindelijk weer eens na 2 keer een gelijkspel. En is de scheidsrechter bijzonder populair, zo blijkt hier wel op de Westmaat. 2-1 dus voor Spakenburg. De eindstand hier.